Vandaag ga ik Minecraft spelen. Met 200 kijkers. Ik heb hier een grote groep van 200 mensen. En een heel gevaarlijk dripstone plafond. Alle mensen gaan hier zo meteen beneden rondrennen. En dan zullen wij... de dripstone naar beneden laten vallen. Ben je er klaar voor, Robin? Ik heb deze voes. Laten wij iedereen hierheen teleporteren, maar voordat we dat gaan doen... Wil jij eens even abonneren en liken, want dat is verplicht. Robin, 3, 2, 1, daar gaan we. Yeah! Iedereen staat er. Jongens, ik zei trouwens 200 kijkers. Maar het zijn er deze keer maar 100. Niet waar. Jawel, toch? Het zijn er 130. Oh, het zijn er 130. De mensen zijn er klaar voor. En dan gaan wij beginnen. Iedereen is al lekker naar boven aan het kijken, want ze weet wat er gaat gebeuren. En niemand wil natuurlijk af. Want degene die als laatste overblijft, die wint natuurlijk. Oké, Romy, zou ik gewoon een level 1 gooien even? Ja, om een rustig beginnetje mee te hebben. Ja, we gaan in levels weg. We hebben level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Maar ik gooi gewoon, pap, level 1. Ja, kijk, dan gaan de eerste. Waarom zijn er al zoveel dood? Zullen ze een tweede kans geven, omdat ik het gewoon te lullig vind dat ze nu al dood zijn? Ja. Oké, doe maar. Jongens, wat zijn jullie ontzettend slecht. Bolletje, hoe krijg je het voor elkaar? Ah, arme Luke. Arme Luke. We geven ze een tweede kans. Robin. Maar, ja? Dan is het nu ook gewoon af is af. Ja, af is af vanaf nu. Dus komt ie, hè. Ik ga gelijk de volgende doen. Weer een simpel level eentje. Mensen moeten goed opletten. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om alsnog dood te gaan, jongens? Kijk die skin. Weer 4. Het gaat gewoon in fases van 4. Jongens, hoezo? Kroketje. Arm kroketje. Arm kroketje. Ik gooi nog een level eentje. Komt-ie, hè? Ja. Dit is de level eentje. Hij valt weer naar beneden. En er zijn... Jezus! Jemig, wat gaan er veel dood. Jongens! Als jullie een mooie polonaise doen, jongens, krijgen jullie nog één kans. De laatste. Ja, maar ondertussen gooi ik dan wel even level 1. Is goed. Kijk, mensen zijn aan het opletten op de polonaise. En dan beseffen ze niet dat er een level eentje naar beneden valt. Oeh, maar ze kunnen de polonaise mee. Hoeveel zijn het er ineens zoveel? Ik rij me om. En het zijn er echt heel veel. De English Guard, die is... Jaron, wil je niet ook mee doen met de polonaise? Kijk, Jaron, daar. Polonaise, doe mee. Doe mee. Dan krijg je tweede kans. Snel, schiet op. Ja, jij ook, English Guard. Takkie, kom op. Kom op, Takkie. Takkie, meedoen. Meedoen, Takkie, kom. Kijk, kijk, kijk. Doe mee. Ja, hij moet shiften. Hij shift. Nee, hij snapt het niet. Nee, hij is de guard. Hij zorgt dat het goed verloopt. Ja, hij shift. Oh. Hij shift. Het is goed. Oké. Ze krijgen een tweede kans. Oké, vanaf nu is af echt af. Ik denk dat het... Nu gaan we niet meer een tweede kans geven, Robin. Nee, inderdaad. Komt hier Robin, ben je klaar voor level 1? Daar gaan we dan. Level 1. Gewoon weer een simpel level 1. Dus we hebben net iedereen weer een tweede kans. Just me. Just me. Waar ben je? Het is Mario. Mario. Nee, jij bent Mario. Ik ben Mario. Er is eentje. Oh, wat ontzettend lullig. Hij is de eerste. Ik weet je, omdat hij de eerste is. Nee, ik er wel eentje bij. Ja, doe jij maar nog iemand. Geef hem even een vriendje. Ja. Ja, je hebt hem 4 vriendjes gegeven. Ja, dat is goed. Dat vindt hij lekker. Oké, komt-ie. Level 1. Nog een level eentje ertussen. Even kijken. Oh, weer 4. Wat gaan er toch telkens veel mensen dood, jongens. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Oké, Robin, zou ik een keer een level 2 doen? En kijken of er dan nog meer mensen afgaan. Doe maar. Oké, jongens, we gaan een level 2 doen. Komt ie, hè? Pas op, jongens, level 2 incoming. Oeh, dit wordt meer. Dit is iets meer. Het is letterlijk iets meer. Jemig. Jemig. Wat zijn er veel dood ineens. Jongens. Jongens. Wat zijn er veel dood. Kijk, Julian hier staan. Julian, denk je dat je veilig staat hier? Zal ik boven... Ik ga boven Julian hangen. Dan kan hij het niet zien. Maar... Ja, komt hij dan, hè? Ja, komt hij. Gooi maar. Ik blijf boven hem hangen, waardoor hij het niet goed kan zien. Ah, hij heeft het overleefd. Oh, hij is nu dood gegaan. Kijk, zij denken met z'n tweeën dat als ze nog een polonaise doen, dat ze nog een kans krijgen. Ja, ze denken, we gaan het gewoon proberen. We proberen het nog een keer. Level 2, komt hij weer. Hoppakee. En... Jemig, weer 5 mensen af gewoon. 5 mensen die niet meer terug zullen keren. Oh, hey, jij daar, nu je er toch bent... Moet je het namelijk meteen eventjes weten over een nieuwe Discord voor deze prachtige event. Het linkje ervan staat in de beschrijving. En als je dan toch bezig bent, laat dan zeker even een like achter. Abonneer en reageer even wie jij denkt dat er gaat winnen. Maar vergeet niet die Discord te joinen. Als je ook mee wil doen, dan ga ik verder die mooie puntige stenen ontwijken. Doei! Jongens, de polonaise gaat niks goeds doen, want kijk, ik gooi een level 3. Oh. Een verrassingslevel 3. Wow! Oh, dat zijn er zoveel! Oh, wat zijn er ineens veel dood? Oh my days! Wow! Oh, dat was wel heel heftig. Een level 3'tje. Deze guy die zat in zijn eentje in een hoekje. En hier hebben wij Steve. Steve is af. De creeper probeert mij te troosten. Maar helaas, het gaat niet gebeuren. Steve, nog een... Ah, ik zie Dibble! Zijn de hoekjes zo overpowered of zo dat mensen daar gaan staan? Gaan we achterkomen. Iedereen zit in de hoekjes. Oké, wacht, ik ga ook in een hoekje staan. Dan blijf ik gewoon... Oh, dit hoekje is al vrij. Je moet hem even resetten. Zo ja. Oké, ik blijf in het hoekje staan en hoop dat ik niet afga. Level 2.
Komt hij. Level 2, ja. Boom. Oh, ja, hier sta ik veilig in het hoekje. Hoekjes zijn op zich wel veilig. Waarom gaan er maar 2 mensen bij jou dood en neem ik de massamoordenaar die iedereen af me uitmoordt? Ja, jij doet een level 3, dus ik dan, nou, dan doe ik die ook wel. Doe jij maar even een liedje. Ga je gang. Yeah, en... Dat zijn er weer behoorlijk wat. Je hebt weer behoorlijk wat... Behoorlijk wat mensen hun lieve gedachtegang gewoon gebroken en gebarst. Ze dachten dat ze konden winnen, maar helaas. Hey, we hebben hier een kaashosting skin. Oh, kaashosting gesproken. Hey, jij daar. Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft events hosten? Of samen lekker met je vrienden spelen op een mooie Minecraft server? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl. Woehoehoe! Dan ga ik nu een level 4 starten. En ik ben benieuwd hoeveel mensen dit gaat doden. Oh, dit is best veel! Ja. Kijk de chat, ze zijn er zoveel dood. Ik snap dat het ook wel echt moeilijk is dit. Volgens mij is dit zoveel moeilijker dan dat we toen met TNT of Anvils gedaan hadden. Daar lijkt het wel op. Mensen staan echt stil, ze zijn echt gefocust. Maar er zijn ook heel veel aan het rondrennen. Gewoon in de hoop dat ze elke keer goed staan. Wie is jouw kampioen? Zullen we allebei weer een kampioen kiezen? Ja, gaan we doen. Oké, okay, gaan we even zoeken hoor. Ik ga ook mijn kampioen zoeken. Ik heb er één gevonden. Nou? Aiton. Ga je Aiton kiezen? Oké, okay, ja. De beer. Aiton de beer. Daar kies ik. Ik kies Bolletje. Bolletje hier met de Derpy Patrick skin. Bolletje gaat nu dood. Kijk, level 1. Nee, Bolletje 1. Gaat helemaal niet dood. Bolletje, ik geloof in. Jij gaat overleven. Hier, Bolletje leeft. Trots op je Bolletje. Jongens, allemaal even in de reacties achterlaten. Bolletje, we houden van je. En ik ben voor jou aan het stemmen. Je kan het. Oké, okay, dan gooi ik even een level 4'tje. Want dat wordt heel moeilijk. Als Bolletje doodgaat, ben ik echt teleurgesteld. Oh, hij heeft het over... Yes. Is je... Oh, dat zijn er wel heel veel. Maar leeft hij voor jou nog? Ja. Hoe heet hij ook weer? Aiton. Aiton 2008. Waar staat Aiton? Aiton. Andere kant. Oh, daar! Aiton, nice. En deze guy is zo twerky. Zullen we één iemand een tweede kans geven? Eén iemand krijgt een tweede kans. Weet je, ik zeg al, ik geef het al gewoon aan voordat jij het ermee eens bent. Oh. Eén iemand krijgt een tweede kans. Wie gaat ja, dat zijn? Ja, maar ja, wie? Wie gaan wij de tweede kans geven hier? Zullen we de hondenwoner de tweede kans geven? Hij knikt ja! Hij knikt ja! Nou, oké okay dan. Het is Sitman. Sitman, je krijgt een tweede kans. Als je doodgaat, is het je, geheel je eigen fout, oké? Okay? Geheel je eigen fout, meneer de hondenwoner. Jongens, als jullie een kampioen hebben, laat het dan zeker even de reacties weten. Ik ben heel benieuwd. Robin, is het tijd voor een level 5? Nou, doen we eerst maar even 4 nog een keer, om ze wakker te maken. Oké, okay, dan gaan we een level 4'tje tussendoor. En die is... Oh, dat is echt veel hier. We gaan er ook zoveel dood. Bolletje! Nee! Heerlijk! Nee, mijn kampioen! Waar is hij? Waar is mijn kampioen? Waar is Bolletje? Daar, Aiton. Ja, heel goed. Bolletje! Hoe kan dat nou? Oh! Oké, okay, dan nu een level 1. Let op, ik ga even optellen. Level 1. Level 2. Oh. Groene baby dino is dood. Level 3. Oh, dan gaat elke keer één iemand dood. Gaat hier ook weer één iemand dood? Nee. Level 4. En dan gelijk een level 5. Komt ie, hè? Ben je ready? Oh, nee. Oh. Oké, okay, dus ik ga alsnog een level 5 doen. Komt ie. 3, 2, 1. Level 5. Ah, er valt zoveel. Oh. Wow, er is zoveel dood. Leeft onze holbewoner nog? Hij is dood. Satman. Hij is dood. Hij is waarschijnlijk dood. Meer. Hij is huh? geliefd. Hier staat hij. Hij is weer dood. Hoe kan dat nou weer? Hij is weer dood. Je kan deze kan je ook letterlijk rondrennen doen. Zo simpel als deze is. Oh, er is één iemand dood. Nee! Je hebt mezelf vermoord. Je hebt je eigen beertje heb je vermoord. Je kampioen. Oh. Kijk hoe zielig die kijkt. Ja, dat snap ik. Nee, maar kijk dat hoofdje van hem als hij deze kant op kijkt. Let op. Kijk hoe zielig. Ah. Oh. Nee. Oké, okay, wacht. Krijgt onze holbewoner een derde kans, jongens? Krijgt hij een derde kans? Springen is ja. Krijgt hij een derde kans? Krijgt hij... Oh. Animo is weinig. Animo is heel weinig. Ja, jij bent aan het springen. Come jij bent aan het tweede kans. Come on now. Is de tijd. René leeft trouwens gewoon nog. René, what the fuck? Je leeft gewoon nog. Maar niet voor lang. Level 6. Doei. Pas op. Rennen, 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 rennen. Ik zei nog rennen. Je keek mij aan, maar ik zei rennen. Ik zag hem op je afkomen. Hé, hey, level 6 zijn maar 3 mensen dood gegaan. Ik zie veel bekenden. Ja, hè? Zullen we allebei een nieuwe kampioen kiezen, nu onze oude kampioenen dood zijn? Ja. Ik wil een keer dat Steve wint. Ik ga voor Bals. Voor Bals. Let's go, Bals. Je bent mijn kampioen! Yeah! Bals, dan Bals. Ik voor... Jurre is zichzelf. Want dat Jurre vind is zichzelf. Dat Jurre, ga jij winnen? Diegene zichzelf is. Oh, die is wel heel druk, Jurre. Ja, goed zo. Shift, 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 shift. Oké, komt-ie, hè? Level 6. Oh. Oh. Ah! Alleen Jurre is dood. Letterlijk alleen jouw kampioen is dood. Hoe kan dat nou? Je moet een nieuwe kampioen kiezen, Robin. Level 4. Oh, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oeh, iedereen heeft hem overleefd. Hé, hey, maar wie is je nieuwe kampioen? Want Jurre is dood.
Gaan we die ook even doodmaken? Ik ga voor. Wie zie je, Robin? Wie zie jij daar in de verte? It's jonge geit. Jonge geit, het is een geitje in een outfitje. Wedden, hij gaat nu weer dood. Ik ga level 6, nee, ik ga level 5 droppen. Komt-ie, level 5. Als hij weer dood gaat, ga ik echt lachen. Oh, hij heeft het overleefd. Iedereen heeft het overleefd. Yes, 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 yes. Lekker, lekker. Heel goed, level 5, komt-ie. Oh god, oh god, oh god. Oh, damn, okay, level 6 dan maar. Oké, okay, oké. Okay. Level 6 dan maar, level 6, level 6, level 6. Oeh, YOLO, Flexi en Tiamo, RT zijn dood, jongens. Didi. Ik zie echt veel bekenden nog steeds, hoor. Wouter 2-3, ja. Wouter 2-3-1-2, Yield de Max, Rizio, Bartloos. De hele Rizio gang. Die Svoen en die Hody Plu en die Didi herken ik. Yield de Max hier inderdaad. En een level 6 herken ik ook. Oh god, oh god, oh god. Oh, daar gaat Svoen. Dag Svoen. Goodbye Svoen. Vier. Oh, jonge geit is dood, je kampioen. Alweer kampioen. Dat meen je niet. Dat meen je niet. En dat is 6 om het af te maken. Maar weer jouw kampioen. Oh mijn god, je moet weer een nieuwe kiezen. Jij vervloekt gewoon jouw kampioenen, dat is het. Let maar op. Eerst volgende die je kiest gaat weer als eerste dood. Dit, wat is dat, Robin? Die heb ik niet. Wat is die ex? Dit is de level terror. Level terror, die heb ik helemaal niet. Wat is level terror? Ja, 50-50. Oh, oké, doe maar, komt-ie. Level terror, laat maar komen. Oh jee, oh mijn god, je ziet ze niet eens. Jezus, jezus, wat waren dat te veel. En hij bukte helemaal. Oh mijn god, was dat eerlijk, was de vraag. Vond jij dat eerlijk? Ik ben al te veel kampioenen verloren, alles is eerlijk. Nu weten we wie de echte kampioenen zijn, dus nu kan ik gaan kiezen. Nou, dat ging gewoon op volledig geluk, die. Die kon je gewoon niet, die laadde niet eens goed in. Is dit je kampioen, Alexidro? Ja, heel goed. Ben jij mijn kampioen? Kijk, aan de andere kant heeft hij oortje in. Oké, laten we onze kampioen even een helmpje geven, allebei. Een gouden helmpje. Of ik geef die van mij een gouden helmpje, mijn kampioen. Hij heeft hem op! Bas heeft hem op! Lekker Bas! Woehoe! Heeft hij via een ijzerhelmpje? Oké, dan hebben we onze kampioenen allebei gekozen weer. Nou, trouwens, gekozen. Bas leeft gewoon nog. Bas is gewoon lijp. Hier, level 1. Ja, leuk. Bas is gewoon hartstikke goed. Die zal nooit doodgaan. Level 2. Ik krijg lachen als Alexidro nu doodgaat door jou. Dat hij letterlijk nu jouw kampioen is geworden en instant weer vervloekt is. En maar op, dat gaat gebeuren. Level 4. Level 4. Komt-ie, jongens. Level 4. Niemand is dood. Niemand is dood. Iedereen overleeft het. Hier. Mensen overleven het te veel. Laten we de arena kleiner maken. A few moments later. Oké, jongens. De arena is kleiner geworden. Waardoor het moeilijker voor hun wordt om alles te ontwijken, natuurlijk. Ze hebben nu ook een gat waar ze in kunnen vallen. Als ze letterlijk zo omhoog aan het kijken zijn, zo druk bezig zijn, kunnen ze er gewoon uitvallen. Is niet verstandig. Bals, ik ben trots op je. Je bent echt mijn goede kampioen. Deze level 4 gaat jou niks aandoen. Ik beloof het. Juist, lekker Bals. Level 5 doen? Ja, dat kan wel. Nee, ik doe wel level 5. Kan makkelijk. Kan makkelijk. Hoppakee. Hier jongens, wat zijn jullie professionals met z'n allen? En omdat ik dat echt denk, ja. Robin, doe ik een level 6. Omdat ik echt denk dat we professionals zijn. Baardloos! My boy! Free baardloos. We gaan het nu alleen nog maar moeilijk maken. Level 4 tot en met 6. Komt ie, hè? Level 4. Kom op jongens, pas op voor level 4. Oeh, dan doe ik nog een keer. Oh, oh god. Deed jij het ook? Oh, nee. Oh, we deden een dubbele. Ze hebben het overleefd. Oh, nou, dan moet hij ook weg. Nee. Level 4. Ja, jawel. Ik doe hem weg. Doei. Oké, doe ik hem nog één keer. En als iemand doodgaat, doe ik hem niet weg. Ik doe hem weg. Maar gast, level 5 en 6 is wel echt extreem. Dat we die alleen nog maar hebben. Ik weet niet meer hoe level 5 eruit ziet. Ik ga hem heel even bekijken, hoor. Zullen we even kijken hoe het voelt, level 5? Ja, even kijken. Ja, zo zag het eruit. Ja, ik had niet goed gezien. Ik wil ook zelf nog even een keertje kijken. Ja, snap ik. Jongens, ga eens dood met z'n allen. Jullie zijn heel zo goed bezig. Oké, dan doe jij hem. En dan 3 seconden later doe ik hem. Oké, komt hij. 3, 2. Daar gaat hij. Daar is hij. Oh, god, ze bleef even op de grond staan. Gast, iedereen overleeft het. Ik ben klaar, ik doe een level 6. Ik doe een level 6, ik ben er klaar mee. Hoe gaat er niemand dood? Robin, doe een level 6. Komt-ie. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ga 1 gat maken hier. Oké, dan doe ik het ook. 1 gat zo. Misschien dat iemand daar wel invalt. Ja, en dan denk ik zo meteen. Oké, gooi hem. Gooi die level 6. Welke wil je? Level 6, oké. Dit is hem. Wauw. Ik heb respect. Alexie, je kampioen. Je hebt hem echt vervloekt. Iedereen die jij kiest, vervloek je gewoon. Hoe kan dat? Het is alsof dit gewoon gestaged is. Hoe kan het dat jij niet doodgaat, maar alle kampioenen van Robin wel? Ja, hij gaat nu dood. Kijk maar. Hij gaat niet dood.
Hij gaat niet dood. Tristan is dood. Ik ga voor de grap. Tristan. Ik heb nog 2 gaten gemaakt. Random in de dinges. Zullen we de arena ook weer iets kleiner maken? Ja, is goed. Oké, jongens. En dan is het nu aan jullie om al deze mensen hier te zien. Goed naar de namen te kijken. En nu in de reacties achter te laten wie jij denkt dat er gaat winnen. En dan kan ik na afloop kijken of je gelijk had. Want we weten echt letterlijk binnen nu en 5... Oh, hallo. Ik ga winnen. Binnen nu en 5 minuten komen we erachter wie van deze mensen heeft gewonnen. En Wouter hier, de man, is de enige tussen iedereen hier die al eerder een event heeft gewonnen. Dus wie weet wint hij er wel nog geen. Level 5! Dat zijn even onverwachte. Kijk, maar ze winnen het allemaal. Nee, dat kan je niet maken. Niet de terror. Niet de terror, Robin. Oké, 1 keertje de terror. 1 keertje de terror. Komt-ie? Ik denk dat er echt veel mensen doodgaan. Alleen, Teun, 1 iemand is maar dood gegaan. Oh, man. Ah, wat is dit curse trouwens? Lijkt een bol special cupcake, hebben een masker afgedaan. En een level 6 omdat het kan. En nog een level 6 omdat het kan. Ik ga gewoon level 6 om de beurt blijven doen tot iemand doodgaat. We zijn weer 1 iemand verloren, jongens. Ik dacht dat het door de lag kwam, maar het zou wel goed zijn. We zijn met z'n 5. Als er nog 1 iemand af is, dan gaan we ze bellen, oké? Gaan we met ze praten. Oké. Ik snap het niet. Zij zijn gewoon zo goed. Ze overleven gewoon alles. Ze hebben het publiek. Ik zou onder druk staan. Ik zou het niet kunnen. Didi! Nee! Oh, er is ook iemand gevallen of niet? Oh nee, dan ben jij die eronder straks schrok al. Didi is dood! Didi! Oh! Didi zag je niet aankomen. Oké, nog 4 jongens! Ja, het lijken jongens. Laten we eens even bel, Robin. Bas heeft gewonnen! Ja! Bas heeft gewonnen! Het is niet te geloven! De kampioen heeft gewonnen! Yeah! Ik wou net iedereen bellen, maar Robin dropt er gewoon nog 1. En ja, die was al onderweg toen je dat zei, want je zei oké, let's go! Het is niet te geloven, maar Bals heeft echt gewonnen! Mijn kampioen! Jongens, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is nog nooit gebeurd. Ik zei ik hoop dat Steve wint en hij heeft gewonnen. Gerrit, hey! Hij werkt! Hallo! Je hebt gewonnen! Hey! Je microfoon is lekker aan het ruisen, maar wat vind je ervan? Het was een tof event, vind ik. Ja? Vond je het leuk? Ja. Kijk, dat is hartstikke mooi. Hey, we gaan je prijs opsturen. Wil je nog wat zeggen voor de video? Ik vlieg hier. Links boven je. Achter je? Daar. Nee, links. Achter je. Achter je. Links van je nu. Oh, daar ja. Wil je wat zeggen voor de video? Subscribe to Walnut. Subscribe to Walnut. Kijk, dat is hartstikke mooi. Hey, dankjewel voor het meedoen. En de prijs gaan we naar je opsturen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Maar voor nu, kijk lekker deze show. Want dit is ook een mooi event. Heb je die nou gemist? Dan moet je hem gewoon even kijken. Want dan heb je gewoon heel veel lol in je leven. Dit is gewoon echt een leuk event. Maar voor nu, spreek je later. Glaasje water. 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!